beetje kijken wat ik heb. Niet alleen de staart van Doris, maar zijde van Hanneke. Hanneke de kleurenengel. Deze keer niet verpakt in zo'n heel mooi papiertje, weet je wel. Zo'n vloeipapier, net als de vorige keer dat ik bij Hanneke zijde heb gekocht. Maar dit keer gewoon een zipbakje, zakje. Maar dat kwam omdat Hanneke haast had. Ze wilde nog gauw naar het postkantoor voordat die zou sluiten. Zodat ik hem zo snel mogelijk in huis zou hebben. Ik zal eens inzoomen. En mooi hè, Doris. Ja, Doris vindt het ook prachtig. Hm? Ja, mooi. Moet je kijken. Die kleuren. En zacht. Ongelooflijk. Wel ja, er valt iets om. Komt wel goed. Ik wil eerst filmen, dan ga ik zo wel even kijken. Oh, wie bekijkt dat? Ook handig. Kijk. Dus ik kan die streng openmaken. Dan leg ik deze nog even opzij. Kijk eens. Past niet eens in beeld. Zo mooi. Geel. En dan oranje. Dan hier donkerroos. En dan gaat het over naar zachtroos. En dan loopt het weer over in geel. Ah, zo mooi. En dat komt uit India, hè? Handgeverfde zijde. Hanneke koopt dat bij een heel klein fabriekje. Een familiebedrijfje is dat, geloof ik. En die gebruikt ze zelf voor haar eigen creaties. Hanneke is ook heel creatief. Dat kun je ook zien op haar Facebookpagina. En dan verkoopt zij ook deze zijde aan ons. Als je dat wil dan, hè. En tegen een hele, hele, hele schappelijke prijs. Echt, want wat je ervoor betaalt, het is echt volgens mij het dubbele waard. En dan heb ik er hier nog één. En die is iets dikker. Hij is ook kleiner, hè? Zie je dat? Twee verschillende. Ik denk, dit is van 100 gram en dit is 50 gram. En dit ziet er weer heel anders uit. Ook van die mooie felle kleuren. Maar dan met groen. Hier groen. Even deze opzij. Groen en oranje. Turquoise. Knalroos. Hier grijs. Donkergrijs. Geel. Donkerblauw. Hier rood. Groen. Oranje. Turquoise. Zie je dat? Mooi, 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 mooi. Echt ongelooflijk. Hanneke kun je vinden op Facebook, Hanneke de Kleurenengel. En op Marktplaats. Via Facebook, daar heeft ze allerlei foto's staan van garen wat ze te koop heeft. En nog meer dingen die ze verkoopt. En als je geïnteresseerd bent, dan stuur je Hanneke gewoon een privéberichtje. En via Marktplaats, daar heeft ze ook van alles staan. Op dit moment geloof ik allemaal zijde. En de link naar Marktplaats. Volgens mij Hanneke de Kleuren Atelier. Zoiets was het. Ik ga het opzoeken en dan de link naar Marktplaats. Die zet ik hier onder in de beschrijving. Voor iedereen die geïnteresseerd is. En daar kun je kijken wat ze nog meer heeft. Want de vorige keer had ik hele zachte, subtiele kleuren, weet je wel. Dat mij echt aan het strand deed lijken. En dit is voor mij echt uitbundig. Zomer. Ibiza heet dat tegenwoordig, die stijl. Daar doet het mij aan denken. En ja, ik weet nog niet of dat ik er echt iets mee ga maken. Het zal in ieder geval geen tutorial worden, omdat het zo bijzonder is. En dat niet iedereen dit garen kan kopen. En gewoon omdat het duur is. Maar ja, dat zeg ik dan. Nee, ja, nee, het is wel aan de prijs. Dat is gewoon zo. Maar voor wat je koopt. 100% zijde, handgeverfd uit India. Zo'n klein fabriekje. Is het spotgoedkoop. Zo moet ik het zeggen. En
dat verdient ten eerste om iets heel bijzonders meegemaakt te worden. En ja, eigenlijk is het ook gewoon zo mooi om naar te kijken en te knuffelen. Want, oh mensen, wat is dit zacht. Deze draad is iets dikker dan die andere. Zie je dat? Dus hier heb ik meer meters van dan van deze. En deze is dan 100 gram en deze 50. En zo ja, ga ik lekker kwijlen. Ik hoop dat jullie het ook doen. En ja, ga eens kijken bij Hanneke. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb dit gekocht, hè. Hanneke heeft dit niet gesponsord. Hanneke is echt een super aardige, leuke, hartelijke vrouw. En ik gun het haar gewoon, vandaar dat ik dit zo laat zien. En haar naam ook al diverse keren heb genoemd. Hanneke de Kleurenengel op Facebook. Een gewone pagina. En daar kun je zien wat ze allemaal maakt en verkoopt. En op Marktplaats het kleurenatelier. Nou, Hanneke de Kleurenengel op Facebook, dat kun je gewoon intikken en dan kom je op haar pagina uit. En het kleurenatelier op Marktplaats, daar zal ik de link van hier beneden in de beschrijving zetten. Ik ga lekker verder met kwijlen en deze korte unboxing, nou ja, unzakking. Ik zat in een zakje. Ja, kwijl lekker met me mee dan. Nee? Tot ziens bij een andere video. Thank you.